Welkom bij Basisschool De Sluis. Een basisschool in het hart van de nieuwe wijk Elshof Zuid in Annapolona. Meer dan 200 kinderen, 300 ouders en 22 collega's weten met plezier de weg naar de sluis te vinden. En dat vinden wij belangrijk. Op De Sluis bieden wij onderwijs waarin welbevinden en betrokkenheid voorop staan. Welbevinden is een voorwaarde om optimaal te kunnen leren. Betrokkenheid laat zien dat kinderen gemotiveerd zijn om te leren, waardoor het leerrendement verhoogd wordt. Om tegemoet te komen aan onze visie op onderwijs waarin het kind centraal staat, besteden wij voortdurend aandacht aan de behoeftes van kinderen aan relatie, competentie en autonomie. We hebben zelf allemaal vloggen gemaakt, omdat we over de feest aan de school werken. Complimenten in van kinderen uit de klas. Ja, kun je me eens voorlezen wat erop staat? Je bent behulpzaam, je bent lief, je werkt hard. Nou, hier. Waar wordt de kring voor gebruikt? Voor het eind van de dag om de dag af te sluiten en om te werken. In een land hier ver vandaan, waar heel veel paleisjes staan. Dus die komen uit groep 5, die komen zo. Waarom film je? Groep 4, sorry. Mag ik deze? Het is altijd. Goedemorgen, meester Daniel. Goedemorgen. Dan ga ik naar de volgende, want ik ben zo blind mogelijk niet. Dus kan ik van 10? Ja. Dan hoeveel keer? 4, pas 5, wat is dan mijn antwoord? In heel 1 keer. Oké. Okay. Hoeveel maanden? Mama. Hoeveel pepernoten hebben we nou? 10 pepernoten. Jullie zeggen ook tegen mij van we willen natuurlijk met de aardeskunde gaan koken en dat soort dingen, want dat is een thema. Maar soms krijg je ook al een recept te zien en dan moet jij nog gaan uitzoeken hoeveel je van iets nodig hebt. Die molen die draait en dat is dus een vier. Hoe moet het houden? Dus denk eens voor, dat is aan het begin van de week krijg je een weektaak. En dat is een kopie voor elk kind. Digitaal. En dan, moet je in de week moet je de dingen die op de weektaak staan afkrijgen. Betty Martin, tik-tok-tik-tok. Je moet zeker voor het raam. Zullen we eens proberen? Ja, daar. Ja? Wij zijn hier eigenlijk bezig met leerlingenraad. En dat doen wij omdat wij het heel erg belangrijk vinden dat kinderen blij naar school gaan. Dat ze een droomschool hebben eigenlijk. Of we daar bijvoorbeeld wat tekeningen van jullie kunnen hangen of zo. Hé meiden, mag ik wat vragen? Jullie zitten hier ongeveer 50 meter van jullie klaslokaal verwijderd. Mm-hmm. Waarom zitten jullie hier? Omdat we op een school mogen werken en dat houdt in dat je dan ergens mag zitten. Ik ga aan het doen en dan mag je altijd zelf kiezen wat je doet. Als je het op het bord staat, als je weektijd hebt, dan mag je op het leerplein met atrium. Kun je hier gewoon zitten voor de gezelligheid? Of? Nee, echt om serieus te kunnen werken. Oké. En lukt het allemaal? Ja. Goed bezig. Wat zijn jullie aan het doen, meiden? Hebben jullie een opdracht? Nee, we zijn een verhaaltje aan het doen in Google Docs. In Google Docs? Wauw. Hey mannen, jullie hebben elke dag een andere plek, klopt dat? Ja. Kun je iets over uitleggen hoe dat werkt? Ja, want als je binnenkomt, moet je iedereen hebben een eigen baadje. En als je hem dan in het
tafel hebt gedaan, dan is die tafel voor de rest van de dag voor jou. Oké, okay. En dat is elke dag anders? Ja, dat is elke dag anders. Werkt dat fijn of juist niet? Ja, je kan zelf bepalen als wie je wilt zitten eigenlijk. Je kan zelf afspraken maken. Ja, weet, zullen wij vandaag naast elkaar zitten of wat? Cool, thanks. Dit zijn de goden van het Romeinse Rijk. Die hebben we met de hele klas gemaakt. En ook nog kaartjes bij hoeveel geld we betalen. Oh. Deze kost 4 euro, deze 2, deze 5 en deze 1. Dit deden we voor het thema de Grieken en Romeinen. Hier heb je bijvoorbeeld Zeus, de baas van alle goden en de god van de bliksem. En Artemis, godin van de jacht, de bossen en van de maan. Het is een kledingwinkel, de naam is Beauty. En ik werkte aan met Lily. Maar er is één ding, je kan ook nog je nagels doen. En je kan daar kleding kopen. Als laat je even je winkeltje zien. Wow. We moeten nog een tweede vloer. En laten zien waar die straks komt te staan bij de winkelstraat als hij af is. Nee. Ja, dat is goed. Je hebt de dikke darm en de dunne darm. Daar zit de dikke laag. Hier zit er binnen. Ja. Hier is het enige. En dan wordt het zo een straatje. Geopend. Wow. Dan kunnen we er zo poppetjes in spelen. De meiden, wat is hier gebeurd? Het is een hoge gang. Oké, okay, meiden, hoe was jullie schooldag? Leuk. Vertel. Leuk.